Hey hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben Naomi van Journal by Naomi en vandaag geen Journal with Me video, maar ook niet echt een unboxing. Het is meer een shoplog. Ik ben afgelopen donderdag met mijn moeder even naar Leeuwarden gegaan. Dat is vanaf hier normaal gesproken 3 kwartier rijden. Nu moesten we bij Groningen helemaal omrijden, dus zijn een uurtje onderweg geweest. Maar daar zat een hobbywinkeltje waar ik heel erg graag naartoe wilde. En ik moet eerlijk zeggen dat het winkeltje zelf absoluut niet tegenviel. Er was genoeg keuze, echt heel grote hoek met Tim Holt spullen, Ranger spullen. Dat is ook eigenlijk de hoek waar ik dingen heb gekocht. Verder wel een rondje door de winkel gedaan, maar niet zo, verder niks gepakt. Dus alles is van Ranger of van Tim Holt wat ik mee heb genomen. Maar ik weet niet of ik nog een keer die kant op rij voor een uurtje. Het is echt een leuke winkel qua spullen. Alleen aan klantvriendelijkheid is er nog wel iets te winnen. En ja, ik geef altijd mijn eerlijke mening over winkeltjes en over webshops en dat soort dingen. Dus dat vond ik heel erg jammer. Maar de winkel op zich heeft echt super gave spullen. En met normale prijzen. Dus ik heb vrij veel meegenomen. Ik ga jullie even omdraaien en dan laat ik zien wat ik allemaal heb meegenomen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik eigenlijk niet van plan was om een shoplog te maken. En toen dacht ik, ach, het is toch wel leuk om jullie te laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Dus vandaar dat hij er nu toch nog is gekomen. Ik had het alleen al uitgepakt. Dus sommige dingen zitten niet meer in de originele verpakking. Jullie weten misschien dat ik een hele grote doos heb van de Archival Inkt. En er zijn dus nu ook van die kleine Archival Inktjes. En die zijn dus ook in dezelfde kleuren als de Distress inkten. Alleen dit is dan dus een alcohol inkt in plaats van op waterbasis. En voor sommige, en dan vooral mijn tickets bijvoorbeeld, vind ik dit makkelijker. Omdat het gewoon wat minder lang hoeft te drogen en het gewoon waterproof is. Dit is de kleur Black Suit, Ground Espresso, Vintage Photo en Hickory Smoke. Dus die heb ik meegenomen in leuke kleine schattige verpakkingjes. Daar schijnt ook nog weer zo'n doosje bij te zijn. Dus daar moet ik ook nog even weer naar op zoek. Dus dat was het eerste. Probeer ze een beetje zo in de hoek. Dan kan je nog zien wat ik heb. Dat is dus het enige wat niet uit het Tim Holtz hoekje kwam. Maar wel van Ranger is. Ik wilde heel graag nog wat meer die-cuts. En ik moet eerlijk zeggen dat dit de enige leuke waren die ik zag. Het mooie vind ik dat het altijd in een heel mooi mapje komt. En er zitten er denk ik 4 in. Ja, staat er ook heel groot op. 4 dies. En dan in vlinder. Nou, superleuk. Ga ik in een volgende video ook wel even mee aan de slag. Het volgende is een stencil. Ik vind die stencils meestal wat duur, dus ik koop er niet heel erg veel. Maar deze leek me wel grappig, dus vandaar dat ik een stencil heb meegenomen. Toen kwam ik ook nog dit boekje tegen met allerlei leuke tekstjes en andere stickers. Er zijn 3 bladzijden met teksten. 4 zelfs. Ik vond ze gewoon heel leuk omdat ze wat spooky hierin hadden. En heel mooi passen bij mijn thema. Nou, leuke oude foto's vind ik altijd leuk. Deze vond ik ook heel erg leuk. Dus eigenlijk alle bladzijden in dit boekje kan ik iets mee. En vandaar dat ik die had meegenomen. Ik heb nog 2 van dezelfde serie. Nee, niet van dezelfde serie, maar hetzelfde merk. The Tickets en Small Talk. En dit is dus Curiosities. Ik had nog een bakje nodig. Ik had losse inktjes liggen. Dus vandaar dat ik het bakje had gekocht. En ik ben nog op zoek naar 4 distress inktjes die ik nog niet heb. Alleen die kleur hadden ze daar ook niet. Dus
helaas pindakaas. Vervolgens wilde ik heel graag die cardstock uitproberen. En nou ja, dit is dan voor specialty stamping paper. Waar je de stress inkt en markers en paints en stains en alles op kan gebruiken. Wil ik eens uitproberen of dat nou mooier is dan gewoon standaard papier. En ik wilde natuurlijk wat spray stains. En deze kende ik nog niet. Tarnished Brass is dit. En de antiek linnen heb ik meegenomen. En de antiqued bronze. Dus deze, het lijkt een beetje alsof er een glittertje in zit. Dus die ga ik ook nog eventjes uitproberen binnenkort. Die willen natuurlijk niet mooi blijven liggen. Hij is al gevuld. Maar ik heb ook nog zo'n doosje meegenomen. Dit is eentje voor de spray stains. En daar passen er 12 in. Super handig. Moet nog wel even iets aan de bovenkant maken, zodat je kan zien wat erin zit. Maar dat is nog weer een klusje voor de vakantie. Maar ik had hem al gevuld. Dus ik dacht, laat hem toch nog even zien. Ook heb ik nog een pakje van 3 meegenomen aan... Nou, dit is allemaal collage medium. Maar dit is de vintage. Dus als je dit over je werkje heen doet, dan krijgt het een beetje een vintage look. Dit is een matte en dit is een crazing. En volgens mij heb ik hier de grootte ook van. Maar ja, deze zaten met z'n drieën in een pakje. Dus daar was ik wel heel erg benieuwd naar. Vooral de vintage. Of dat dan ook echt een beetje een vintage look krijgt. Dus dat gaan we uitproberen. Het is eigenlijk gewoon een soort lijm wat je aan de boven- en de onderkant kan doen. Nou, en je raadt het nooit. Ik heb ook nog embossing powder meegenomen. Of glaze in dit geval. Ook de antiek linnen. Dus dat is dezelfde. Nee, dat is dezelfde als deze. Dat zie je nu niet zo goed. Maar als je... Nou, dat is leuk om uit te proberen. Of die kleuren ook echt op elkaar lijken. En ik heb ook de salvaged patina meegenomen. Ziet er zo een beetje gek uit. En dat is de kleur. Dus die wil ik even uitproberen. En kijken wat het dan... Of het wat groener wordt. Dat zou ik eigenlijk een beetje verwachten. Ik vind hem een beetje blauw. Dus ik ben heel benieuwd als je deze verwarmt wat er dan gebeurt. En als laatste heb ik ook nog een gewone embossingpoeder meegenomen van Ranger. En dit is de gold. En ik heb al de rosé gold. Nou, ik hou heel erg van rosé goud. Dus ik wilde ook nog gewoon eens de gouden uitproberen. En dat was het. Ik heb het bakje had ik alweer weggezet. Dit is wat ik allemaal heb gekocht. Overal ben ik echt heel blij mee. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik ook nog echt wel dingen weer terug heb gelegd. Ik had ook nog stempels in mijn hand. En toen ik zag wat ik allemaal in mijn mandje had, dacht ik, oh ja nee, 25 euro stempels leg ik gewoon even weer terug. En dat doe ik dan wel een andere keer. Dus dit is het. Heb je nog vragen? Laat het me weten. Echt een, als je in de buurt bent, leuk. Om even te kijken en om de dingen echt even in je handen te hebben. Dat vind ik altijd fijn. Dat ik gewoon zelf echt naar de kleur kan kijken. En echt naar de stickers erin kan kijken. Dat vind ik heel erg prettig. Dus dat was mijn shoplog. Bedankt voor het kijken.